Hallo kijkers, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Dit is een speciale video, want er gaat namelijk iets heel ergs gebeuren. Ik ga namelijk, even naar mijn team. Al deze spelers die ik kan verkopen, dus alleen die ik kan verkopen, ga ik verkopen. En boven Thornstam, die heb ik net gekocht en die... Die had ik ongeveer voor 14.000 gekocht. Had ik hem anders gewoon weer gekocht, want dat is vet goedkoop. Maar voor de rest ga ik ze allemaal verkopen. En ga kijken hoeveel geld ik krijg. En of ik er net zo goed team van terug kan maken. De prijzen zijn enorm gedaald. Maar wat ook bij mij tegen zit, is dat als je een speler verkoopt... krijg je niet winst ervan. Er gaat dan een bepaald bedrag gaat er af. Dus er zal ook heel wat geld verloren gaan. Maar wie weet, misschien kan ik er een beter team van maken. Laten we eerst alle... Kijk, deze, die kan je niet verkopen. Daar ben ik al gelijk heel blij mee. Die speels, deze kan ik wel verkopen. Wacht heel even. Ik heb hier een papiertje bij me. En daarop zet ik dus of ik hem al heb, of ik er al een voor de plaatsen heb, of als het er spelers die ik niet kan. Dan ga ik dus eerst beginnen met de verdediging. Heb je hier LVV. En die is een bolletje en een check. En dan hebben we Philippe Louise dus. Dat is een linksachter. En dan hebben we, die is nog niet check. Die Perrin is ook al goed, want die hebben we natuurlijk ook al. Die kan ook niet getenserd worden. En dan hebben we hier nog twee cv's. Die, even kijken van deze of we hier een ander in de plaats hebben. We hebben hier, maar dat doe ik deze voor in de plaats. Dus, cv. Dan hebben we hier Mathieu, ook een cv. Dan hebben we daar deze gouden voor in de plaats. En dan hebben we een rechtsachter, die kan ik ook niet kwijt. Dus rechtsachter, hup. Dan hebben we een RVV. Ik kan deze in. En dan hebben we de keeper, die kan ook niet weg. Als het goed is, nee, die kan niet weg volgens mij. Dus een keeper van 9. Oh, keeper is een DM natuurlijk. Oké, nou, dan hebben we dit geklaard. Dan hebben we de verdediging, zeg maar, ontruimd. Moeten we alleen nog een LA, maar die ga ik zo meteen dan kopen. Middenveld. Dan hebben we hier het middenveld. Even kijken. Deze kan sowieso weg. Heb ik hier ook een goud voor in de plaats? Ja. Maar wacht even. Ik begin even onderaan. Omdat ik dan met die verdediging verder kan. We beginnen met CVM. Die is al goud. Dus ja. Waarom zou ik die dan wegdoen? Dus even kijken. CVM. En dan hebben we nog CVM die ook goud is. Even kijken of we deze Botmer kunnen wegdoen. Nog niet. Dus CVM. En dan hebben we hier nog Gondeli. Die kunnen we wel wegdoen. Dus links midden is ook check. Dan kunnen we Andereira ook wegdoen. Voor deze Dagsouf of zo. Die wordt 80 trouwens in mijn team. Handig. Dus hebben we CM is ook check. Dani Celebos, die kan niet weg. Dus die houden ook lekker. Seri, die kan wel weg. En dan moet dan deze zilveren in. Dus dat is Daisy. Even kijken, Daisy. En dat is ook een CM. Ik ga ze dus allemaal verkopen. Dus echt, waarschijnlijk krijg ik niet... voor terug wat ze waard zijn. Maar ja, het is gewoon voor de serie. Ik hoop dat het leuk is. En ja,
Het komt gerust wel weer goed. Maar mijn team was 86, nu nog maar 84. Oh mijn god. De verdediging is 82 nog wel. Het middenveld is nu zoveel omlaag gegaan, joh. Oké, en dan heb je hier Mkhitaryan. Kan niet vervangen worden. Oké, dan hebben we daarboven Kagawa. Kan niet vervangen worden. Jazeker. Dus dan hebben we hier de CAM. Kan niet. Is al vervangen, ja. Dan hebben we hier nog Thornsta, die gingen we niet vervangen. Dus hier CAM. Een checkje. En dan hebben we hier nog Santi Cazorla, die gaan we wel ook vervangen. En die is ook dan check. Zo. En dan gaan we nu naar de aanval. Het middenveld is van 84 naar 76 gegaan. Dat is enorm verslecht. En dan hebben we hier nog Guy. Oh, dan beginnen we weer onderaan. Dan beginnen we met Müller. Nou, Müller die kan sowieso weg voor Germain. Dus Müller is weg. Germain is erin. En Belotti kan niet weg. Sturridge kan wel weg, maar daar hebben we nu nog niet zo'n dingetje voor. Dus Sturridge. En even kijken, dat is een LV. Die kan nog niet. Wacht even hoor. CA is check. We hebben hier een LV. Die is nog niet check. Even kijken, dan hebben we daar rechts buiten. Deze wil ik eigenlijk niet wegdoen, maar. Ja, moet maar voor de serie, hè. Arjen Robben gaat er weg. Kan ik gewoon niet. Dus dan, ja, de rechts buiten. Muric. Nou ja, het is een Ajax, dus dan. Daarom vind ik het nog wel oké. Daarom heb ik nog wel gedaan. Kijk, Tang kan nog niet weg. Dus even kijken. Links. Wacht even hoor. Links back. Links back. Links buiten. Is ook nog niet klaar. Dan hebben we de spitsen. Hebben we hier een Modest. Daar kan de. Die kan niet weg, hè? Modest kan niet weg. Hazard kan niet weg. Alleen deze hier kan weg. Die Kramaric. Nou, dan hebben we hier Balotelli. En even kijken, die Balotelli. Ja, dat is wel een goede man. Even kijken, dan hebben we hier. De spitsen zijn dus nog niet aardig verslechterd, moet ik zeggen. Nou, dan hebben we hier dus de spits, die is check. Hier een spits, die is weer check. En hier ook weer. En dan gaan we nu even slechte kopen voor weer in mijn team zetten, zodat we weer elite uit kunnen. Dan gaan we naar de markt. En dan gaan we zoeken. Dan gaan we prijs maximaal 500. En dan typen. Nou, doe maar gewoon brons. En dan. Nou, dit maakt niet uit trouwens. Maar als die prijs is toch wel goed. Misschien als er goud tussen zit. Dan koop ik liever een gouden. En dan even kijken, dan hebben we welke posities hebben we nodig. We hebben even kijken. Een linksachter. Een CVM. Een RM. En even kijken. Een LV. En die spitsen werd toch allemaal goed? Ja, toch? Dit was het, denk ik dan. Dan gaan we even zoeken, opslaan. En gaan we maar even zoeken. Koop. Oké, dan gaan we weer even. Er was een linksachter, dacht ik.
Nou, dan gaan we deze kopen. Dat was een... wat was het? Rechtsmidden. Oké, dan gaan we eens even zoeken. De rechtsmidden hebben we ook. En dan gaan we weer even zoeken opnieuw, hè. Ik hoef niet weer naar rechtsmidden. Hoppatee. Dat was een CVM. Alleen nog een links voor. Die is er niet voor die prijs, blijkt. Maar laten we die dan... hier. Die zijn de goedkoopste, hè. Even kijken, nou. Nu hebben we alles compleet. Als het goed is, laten we even kijken of dat zo is. Dan gaan we naar mijn team. Dan gaan we eerst naar de verdediging. En daar komt er eentje niet uit. Ja, Philip Louis, linksachter. Zo, die is gedaan. Dat heeft de verdediging enorm verzwakt. Dan hebben we hier hebben we een CVM... deze. Hoppatee. CVM. Hoppatee. En dan hebben we daarna hebben we een LV. En die zit in de aanval. Als het goed is. Of zit hier nog meer op middenveld? Die... ja, deze. Rechtsmidden. Zo. Dan hebben we, en dan nog de aanval. Die hebben we dan ook nog. Dan hebben we... een links buiten. Die hebben we niet gekocht zeker, hè? Nee. Die hebben we nog niet gekocht. Een LV tenminste hebben we wel gekocht. En ja, die dingen... we moeten alleen nog even links buiten zoeken. Dus markt. Zoek. Even kijken. Dan LB. Hier. Dus gaan we naar mijn team. Zo. En nu gaan we alles maar verkopen, denk ik. Ik kom zo meteen terug als ik alles te koop heb staan. Nou, ik kreeg net al mijn eerste meldingen van dingen die ik had verkocht. Laten we even kijken hier. Weer verkocht. André Herrera en Thomas Müller. Nou, ik heb nu 165.000 al. Schiet er lekker op. En dan ga ik weer de dingen eventjes snel verkopen. Want ik ben nu die Mkhitaryan, dat heb ik net opgezet. En ik zie jullie zo. Alweer een melding van dat iets is verkocht. Laten we even kijken wie het is. Anje Robben. Nou... 183.000. En ik ga weer even verder. Tot zo. Zoals jullie zien heb ik heel veel hier te staan. En nou. Ik heb al de eerste heb ik al verkocht. Zoals jullie weten. Ik heb al. Even kijken hoeveel geld heb ik. Oh. Ik heb 3 nieuwe berichten. Oh. Ontvang. 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 Ik heb nu 213.000 alweer. Het gaat de goede kant op. 213.000. En dan gaan we even kijken. Hoe hoog is mijn team eigenlijk nog? 78. Dat is zo slecht. Dat is zo slecht. Nou, ik kan hem wel weer beter maken, mijn team. Dat weet ik zeker. We gaan even... in de markt. En dan gaan we mijn aanbieden. Jullie zien hier. Dat ik die serie voor 120.000 wil. Waarschijnlijk krijg ik daar zelf maar 90.000 voor of zo. Oh. Ja, er blijven nu dingen verkocht worden. Dat is wel erg chill. Mkhitaryan ontvangen. Nou, 222.000. Laten we eens kijken wat we daar alvast kunnen van kopen. We gaan het nog niet kopen, maar... het is gewoon leuk om te kijken.
Herstel. 220, 221, 1, 2, 3. En dan gaan we hem even zoeken. Nou, pff. Ja, dat gaat dus niet worden. Dus we gaan even kijken of we er eentje van 94 kunnen. Nee. Dat valt me zwaar tegen. 92 wel. Maunian. Bellotti. Wat is dit? Dempsey. 93 dus ook blijkbaar. Horn. Dat is een keeper, dus die hoeft niet. Bellotti. Gomez. Banega. Horn. Ter Stegen. Modest. Ter Stegen. Banega. Zo. Laten we dus vanaf 90 kijken. Totti, Götze, Sigurdsson, Donnarumma, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Kroos. Oh, nou weer eentje verkocht. En wie is het? Santi Cazorla. Nou, nu hebben we 230.000. Even kijken. 1, 2, 3. En even kijken. Nog eens Götze. Hier die Dempsey. Allemaal leuke spelertjes. Natuurlijk. Wauw. Maar we krijgen sowieso wel de 300.000. Dat krijgen we sowieso wel. Dus ik denk wel de 350 dat we halen. 1, 2, 3. Wat kunnen we daarvan kopen? Vraag het aan Dora. Laten we even kijken naar... naar 95. Ik denk niet dat we dat kunnen kopen hoor. Nee, dacht ik al. 94. Dan kunnen we Kuyt kopen. 94 Kuyt. En dat is denk ik ook de enigste. Ja, natuurlijk is dat de enigste. Nou, 93. Coleman, Walcott, Sneijder. Zo, dat is een mooi kaartje van Sneijder. Mooi kaartje, ook een heel hoog kaartje. Hazard. Die heeft toch iedereen al? Die heeft iedereen. Robbe. Eigen Robben. Het is ook een mooi kaartje. Tuurlijk. Neuer. Keepers zijn minder waard geworden. Dat is wel echt gewoon waar. Hazard is ook minder waard geworden. Natuurlijk. Zo. Het zijn mooie kaartjes. Laam. Mooie kaartjes. En je kan er 88 krijgen van 12.000 tegenwoordig. Je ziet een heel groot verschil tussen 90 en 88 nu op FIFA. Eerst was het tussen 69 en 80 was een heel groot verschil. Dat is nu minder geworden, maar nu is het tussen 80 en 90 weer een heel groot verschil. Heb ik weer een mailtje? Nee. Maar ik zie jullie terug bij de volgende... Oh, wacht. Claim eventjes dit. Twee trofee. Maar ik zie jullie terug bij de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En wie weet hoeveel geld ik heb de volgende aflevering. En wie weet of ik een beter team kreeg dan ik eerst had. Ik had eerst dus een 88 algemeen team. Met 300.000 moet dat toch te verbeteren zijn. En dat gaan we allemaal zien. Geef even een like als je deze serie leuk vindt. En tot de volgende keer. Doei.